Whoa, 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 Jesus motherfucking Christ! Hoppa, motherfucker! Hallo, goedemorgen en welkom op mijn fucking kamerzolder. Ja, godverdomme. Yeah, 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 I'm rapper Shorts, let's go, yo. Ik zou vandaag een normale video gaan opnemen buiten, maar aangezien dat weer slecht weer is, zal het alweer heel moeilijk gaan. Goedemorgen, Hofie. Hallo, ja, autist, ja, ja. Ja, hij is de beste fantastische hond dat er bestaat, ja. Fantastisch, Hofie, fantastisch. Ja, ja. Maar eerst ga ik me douchen, zodat ik een beetje frisser voel. Want hoe dat ik me nu voel, kan ik totaal niet door het leven gaan. En Hofie, doe een keer normaal, man. We are almost ready to go. Ik moet eigenlijk heel veel meedoen naar daar. Want met dat slecht weer moet je toch zeker één video kunnen opnemen. Ik weet nog niet wat ik ga opnemen. Ik weet echt totaal nog niet wat ik ga opnemen. Zo ben ik altijd. Ik ben altijd op de laatste minuut met video's. Yeah, yeah, let's go. Yeah, 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 yeah. My name is Terper Sjoers. Yeah. Let's go. Yeah, yeah. Ben jij eens klaar met alles? Nu, alles hebben we klaargestoken in deze doos. Ik heb een paar dingen mee voor misschien dat ik kan gebruiken in video's. Ik heb mijn rugzak aan. Ik heb mijn rugzak op mijn rug, waar mijn camera in zit en de rest van de camera's. En nu gaan we richting Locristi. Het is een eindje rijden, het is een half uur rijden. En ja, ik zie jullie zo meteen op de weg dan maar. Ja, Hofie. Daar is Hofie. Hallo Hofie. Hi hi. You are a Mongol. Go fuck yourself. We zitten nu in de auto, we gaan nu richting Locristi. En ja, dat is dus... Ik heb wel nog geen ontbijt geregeld of gefixt. Het is al 1 uur. Ik heb nog altijd geen ontbijt gefixt. Dus yeah, I'm pretty fucked. So yeah, let's go on a road trip to Locristi. Because I'm rapper Sjoers and I'm Logan Paul. Logan Paul vlogs out, hè? Hey? Yo, ciao. Yo. We zijn nu op weg naar de locatie voor een beetje dom te doen met de auto. En zie dat dus, ik moet dus eten achter het stuur, dat is niet zonde. Is dat de bedoeling? Dat is hier dan weer kapot, wat is hier eigenlijk? Wat trekt hij eigenlijk? Nee. Dat is Audi, je moet dat behandelen, lekker vrouw. Ja, bla. Zoals je ziet, we zitten in een mooie Audi. Ja, dat is een hele mooie Audi. En wij gaan dan helemaal naar de tering rijden. Dus ja, maar als die dat slecht weer is, gaat het eigenlijk totaal niet lukken. Ja, dan is de koffer open wijd. Zeg, wat zit er in die koffer? Turbo's. Allemaal turbo's. Klutzang! Dit is onze cameraman van dienst, Jarro en V. Ja? Ja, ja. Ja. Ja, we zijn hier dus. Het conduct van de reconnaissance. De rentemester zal, want Jarro. Hebben we alles trouwens niet? Niet vreselijk tank. Modder Russia. Jordi, we have problem. De band is plat. Godverdomme. Dat ben je goed thuis, met? Ja, dat erop gaan moet steken. Ja, stel we weer in de morgenfeind! Mongol. This is the vlog live of Logan Paul, Jordi Maarsholk. En ja, hopelijk is er niet te veel wind, dat je mij een beetje verstaat, want we zitten hier in the middle of nowhere. Ja, ik heb totaal nog nooit met paarden omgegaan. Of zeker toch van dicht niet, zo van dicht niet. En blijkbaar, yo, this is the vlog of the horse, the vlog horse, the horse vlog. Yeah. Yeah. Ik denk wel dat die paarden een klein beetje autistisch zijn, maar dat geeft niet. Want ja, ja. Volgens mij denken die paarden echt dat ik echt een banaan ben. I'm a banana. Don't eat me horse, please. Voor een of andere reden vertrouw ik dat paard eigenlijk niet. De achterste paard is heel groot en heel gevaarlijk. En dat zit constant te blazen naar mij, dus ik denk dat hij mij straks een stamp gaat geven. Maar dat paard is hier heel lief, dat houdt van mij. Ik heb een relatie met een paard. We zijn al 2 jaar samen, we zijn echt gelukkig samen. Mwah. Ik heb dus geen idee wat dat paard aan het doen is. Dat paard is waarschijnlijk van zijn rug aan het eten. En dat paard zit hier aan mijn piemel, serieus dicht aan mijn piemel.
En waarom kom je zo dicht? Ga weg alsjeblieft. So you can eat all you can eat, eh? You want some food? Here you are, have food, eh? Alsjeblieft zeg, lekker eten. Gratis en voor niets. Ja, horses. Very nice horses. Horses. Horses, another horse, yes. Dude, die kerel is van mijn rug aan het eten. Wow. 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 Oh fuck al die paarden, what the fuck is dat hier? Jesus. Please don't kill me. I'm surrounded by horses. And I am very scared right now. What the fuck? Had hij mij opeten of ga je mij vermoorden? You're very nice horse. I will buy you and you sell you for camels, eh? Don't eat my banana suit, thank you. Dat is hier Marcel, hè? Oh Marcel, rustig Marcel. Ik ben hier vlug weg, want Marcel is niet content. Marcel? What the... What the fuck doe jij? Dude, toen ik normaal... Dat paard ga ik niet meer aaien als in een ding ding hangt eruit. Ik ben dus Jordi, de paardentemmer. Kijk, zoals je weet, dat paard gaat naar mij komen. Kijk. Kom Marcel. Kom Marcel. Kom. Kom Marcel. Kom hier Marcel. Ja, goed zo Marcel. Allee Marcel. Marcel, zet. Zet Marcel. Marcel, zet. Zet Marcel. Nee. Marcel, zet. Pootje. Marcel, geef mij een pootje. Marcel, geef mij een pootje. Marcel. Ah, moet je mijn arm bijten? What the fuck? Marcel. Hallo Marcel. 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 Marcel, zet. Marcel? Marcel? Uw mond stinkt, Marcel. Alsjeblieft, Marcel, uw mond stinkt. Marcel, alsjeblieft, hij zei aan het ademen in mijn gezicht. Marcel, wat de... Marcel? Marcel, wat heb ik u gezegd? Uw mond stinkt, je moet uw tanden poetsen, Marcel. Marcel is het paard dat heel autistisch is. En dat kan geen kwaad. Een paard dat autistisch is, dat kan geen kwaad. Maar dat heeft wel speciaal... dat heeft een speciaal gedrag. En I go past Marcel now. Can I go under Marcel? Yes? I'm past Marcel now. Marcel, you alright here, Marcel? I go for another horse. Oh, Jesus, motherfucking Christ! Ik verschoot mij de tering, what the fucking actually fuck! Ja, bye. Bye, Marcel. Tot de volgende keer, Marcel. Bye. Doei. Marcel, wij kunnen geen relatie hebben, Marcel. Marcel, dat gaat niet, Marcel. Kijk, Marcel is nu al gehecht aan mij, ik ben de paardentemmer. Marcel wil niet weg van mij. Nee, Marcel wil blijven. Maar Marcel, ik heb geen plaats in mijn auto. Dat gaat niet, man, Marcel. Dat gaat niet. Allee, salut, Marcel. Marcel, salut. Tot de volgende, Marcel. De jongens zijn de band aan het fixen, want de band stond plat. Met een platte band kun je dus niet met de auto rijden. Dus ik ben nu naar de auto aan het gaan. Feest in de zaal van Jordi Maarschalk. Like deze vlog, because I living the Enzo Knol vlog life. Een lekkende band fixen met een andere band en dan rijd je vast in de aarde. Dat is fantastisch, pap. Hoe bezig feit? Hoe bezig feit? Verdomme. This is my car. I am driving this car because I am driving a car. And it's very nice. So, if you think I will swap the car for that car. Dus ik ga binnenkort die auto wisselen voor die auto. Omdat die auto veel mooier is dan mijn huidige auto. Dus dat is dus de multifunctionele ruitenwissers van de Colruyt. Alleen maar bij de Colruyt te verkrijgen. Dat zorgt er dus voor dat de regendruppels in de lucht worden weggeslaan, zodat ze niet op je ruit vallen. Dat is multifunctioneel, hè? Ja. Dus die auto gaat weg en dan krijg ik die auto in de plaats, hè. Dat is een fantastische deal. Je bent een hele strooisje! Het ziet eruit dat vandaag niet echt meer gaat lukken om een video te maken, want we proberen de auto uit het gras te trekken, maar de riem is kapotgeschoten en nu gaat dat dus niet meer. En nu zal ik voor de rest van mijn leven in die caravan moeten wonen, want ik heb geen geld voor een normaal huis. Wat de fuck is dat hier allemaal verbiest met? Jongens, toch! De meest accurate kunsttekening ooit gemaakt in de Mankind of Worsten. Er zit hier allemaal gras tussen mijn grill. Godverdomme. Polder de bolder en in een band is plat. Daar even naar daar. Wacht niet even. Voilà, het is gemaakt. Ik heb het gemaakt. Voilà. Tracteur, je moet staan. Hey, dude! What the fuck? What the fuck? Dude, die zit lang hier vol. Doe normaal. We hebben juist gedaan met het opnemen van de main video. We kunnen niet veel meer doen, want de auto zit weer al vast. De auto zit weer al vast in de modder, godverdomme feit. Ik ben nu onderweg terug naar mijn auto. Want ik ga mij omkleden, want ik ben helemaal onder de modder. Ik had niet gepland om in de modder een video te maken. Ik heb toch weer shit gedaan. Dat ik normaal. Dat ik normaal niet ging doen. Fuck, top mijn leven. Welcome to my life. Ja, de dag zit erop. We hebben juist gedaan met filmen en alles. En nu zijn we op weg naar huis. Het is al donker, het is juist 5:30.
Dus yeah, let's go. I'm rapper Sjors hier. En het komt eraf om ons assen. Zijn we nu naar huis. Ciao hé. Yo. Ik ben juist thuis gekomen. Het was een vermoeiende dag. Het was wel een leuke dag. En ik hoop dat de beelden een beetje goed zijn. Zodat ik eigenlijk twee video's heb vandaag. Want normaal had ik één vlog en één random video. Maar die was niet zo gelukt omdat het heel slecht weer was. En bla 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 bla. Dit is Goofy. Die autistisch aan het doen is. Autistische Goofy. Ja. Yeah. De vlog is gedaan. Doei.